Hier zien we de verspreiding van het virus. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik mijn Kinepolis 3D bril op. En we gaan vandaag Warzone proberen spelen met deze bril op. Zoals elke vrijdag tot en met zomervakantie. Nu heb ik afstandsonderwijs op vrijdag. En dat vind ik eigenlijk al heel leuk, want de eerste twee uurtjes op vrijdag heb ik allo. En ik moet maar een opdracht van een half uur doen. Dus dat betekent eigenlijk dat ik een uur en een half langer kan slapen. En daarna heb ik OC, waar ik ook maar 10 minuten online voor moet komen. En daarna heb ik een taak van geschiedenis. Dus eigenlijk heb ik gewoon nu 2 uur vrij. Terwijl dat ik, als ik op school zou zitten, 4 uur heb. Dus dat is wel nice. Ze hebben by the way ook de map een stukje geüpdate in Downtown ofzo. Er is een of ander Rambo event. Ik heb de film nooit gezien, maar ik ken het wel, denk ik toch. Oké, mensen, om het extra moeilijker te maken, ga ik nog een tweede bril opzetten. Die ik er nu niet funny uit. Oké, mensen, we gaan naar het nieuwe gebouw gaan. Laten we hopen dat we iedereen lekker kunnen afknallen en vermoorden. Oh, dit gebouw ziet er wel mooi uit. Die! Nee, ik kan zo echt een SMG, godverdomme. Ik moet hem snel afmaken, anders heeft hij mij. Oh, ik heb hem. Pak die SMG op. Oh, die is bijna neer. Ik voel me niet veilig. Waarom ben ik zo fucking scheef, gast? Kutzooi. Ik heb een leuk verhaal om te delen. Toen ik dus in het derde leerjaar zat voor de Nederlanders, groep 5 denk ik, en ik ben weer dood, kutzooi. Oké, terug naar mijn verhaaltje, mensen. Ja, dus in het vijfde leerjaar ging ik dus naar een sportkamp. Laat ons zeggen dat ik 9, 10, 8 jaar oud was. Ik weet het niet precies, ik had geen zin om te rekenen. En ik moest gewoon naar het toilet. Dat is natuurlijk een mens-eigenschap, als ik dat zo mag zeggen. En ja, ik ging dus naar het toilet en ik was aan het pissen. En door een of andere reden was ik met mijn domme kop niet aan het opletten en piste ik tegen de bril. Waardoor dat die bril die fucking pies weer kaatste tegen mijn broek. En toen was mijn hele broek vol pis. En toen moest ik gaan sporten. Ja, dat was een heel kut moment. En ja, ik heb er nu gewoon nog altijd een trauma aan. En dat gewoon omdat ik niet aan fucking opletten was. Oké, mensen, nog een leuker verhaal. Op mijn basisschool, in het vijfde en zesde leerjaar voor de Nederlanders groep 7 en 8, waren wij een soort van verplicht om een slaapklasje te geven en een op te scheppen bij eten of zo. Weet ik fucking veel. Als kinderen waren wij gewoon verplicht om dat te doen en waarom, dat wist ik eigenlijk niet. Moeten ze hun werk zelf niet doen of zo? En waar ik het minste hoesting in had, was de slaapklasje. Je kunt gewoon een kind van 11, 12 jaar niet bij kleine kleuters zetten die in een broek pissen. Dat gaat gewoon niet. En waarom doen ze dat? I don't fucking know, omdat ze lui zijn. Oké, mensen, ik heb nog een leuk verhaal om te sharen. Dus toen ik in de fucking basisschool had, hadden wij eigenlijk twee schoolreizen. Beide waren ze fucking saai, want ze waren niet buiten België. En één schoolreis was gewoon naar Gent. Ik bedoel, Gent, what the fuck? Ik woon in Derpint, ik woon daar letterlijk op minder dan 10 kilometer van. En hij wil op schoolreis gaan naar Gent. En mijn school was ook in Derpint, by the way. Dus what the fuck? En de andere schoolreis was naar Spa. Spa is een stad in provincie Luik, als ik het goed heb. En dat was wel interessanter dan die uitstap naar Gent. Maar het was nog altijd kut. Waarom niet naar Parijs of naar fucking, weet ik veel, Berlijn of zo? Ik bedoel, dat is te hoog betaalbaar. Nee, wij moeten naar fucking België gaan. Want België is een leuk land. Fuck nee, ik heb alles van België al bijna gezien. Oké, dat is niet waar, maar ik heb veel van België al gezien. Er zitten hier een paar bitches binnen. Ik ga ze proberen killen. Daar is hij dus. Get wrecked, bitch. Ik kon hem amper zien omdat hier, ik kon die guy amper zien, want met deze, fucking brillen op zijn donkere ruimtes minder zichtbaar. Dus ja. Oh, ik heb hem. Oh, ik had niet verwacht dat deze rifle burst was, maar blijkbaar wel. Ook wil ik jullie melden, mensen, dat ik echt mijn best doe om zoveel mogelijk te uploaden. Natuurlijk laat mijn school dat niet altijd toe, maar in de meeste gevallen wel. Maar het zijn nu gewoon bijna de examens. En ik moet er gewoon door zijn dit jaar, zodat ik volgend jaar nog één jaartje kan doen. En dan eindelijk klaar ben met de middelbare school. Op dit moment heb ik ook de 100 abonnees. Ik weet niet of het lang gaat duren, want het zijn natuurlijk van die klootzakken die altijd desubscriben op je kanaal. Als jij zo'n klootzak bent, blijf gesubscribed alsjeblieft. Enemy dropping into the AO. Oké, waar de fuck ben je? Oh, hij is hier. Daar.
Oh my god, hij had de shotgun vast. Ik ben blij dat hij misschoot. Of ja, hij schoot wel raak, maar gelukkig niet in mijn kop ofzo. Dat is nog een hit. Nee! Oh my god, wat de hel, gast. En nog iets anders leuk dat ik kan meedelen, is dat ik zondag iets heel interessants gezien heb. Dus dit is hoe het gegaan is. Ik ging naar het park. Ze hadden hier onlangs een nieuw park aangelegd. In de Pinte. En ja, ik fietste gewoon in dat park omdat ik een beetje sportief wil zijn. I don't fucking know. En ineens zag ik twee fucking pubers van, 15, 16 jaar. Fucking droogneuken in het hoge gras. En toen zat ik zo van, oké, man, ik zou dat zelf niet doen. Ik zou dat veel te awkward vinden. Maar ja, mensen mogen dat doen, I guess, want dat is nog niet echt zedeschennis. Het is wel echt zedeschennis als ze in een onderbroek zijn of naakt zelf. Dus I don't know what the wet is, maar ik denk dat het zo is. En Dying Light 2 heeft een post op al hun social media gezet. Ik laat hem nu even zien. Ik denk dat het een soort van countdown is of zo. I don't fucking know, want er waren leaks dat het op 25 mei ging uitkomen. Ik hoop dat het op 25 mei uitkomt, maar ik denk niet dat dat het geval gaat zijn. Maar ja, in ieder geval, we kunnen wel concluderen dat Dying Light 2 zeker dit jaar nog uit gaat komen. En dat ik er fucking hyped voor ben. En daar is een truck incoming. Kom aan, kom naar hier jongen, ik wil je RPG in. Oh. Ja, kan hem. Oh, kut. Iemand kan deze nog op mij aan het schieten. Ik ga hem fucking duidelijk een keer raken. Ik moet reloaden. Ja, ik ben dood. Fucking, ik kan niet zien door deze fucking bril. Hoer. Oké, dat is nog een kill. Oh, dat is weer zo fucking hectisch.